Ondernemer Ben Breem voelt zich er niet lekker bij. Na vijf jaar ondernemen dreigt hij te moeten stoppen met zijn koopjeshoutlet. Drie maanden geleden begonnen de problemen. Dat ze weer door je zaak heen lopen en uh, uh, kijken van, uh, of wij hier wel in het bestemmingsplan passen. Nou, en hun zijn ervan overtuigd dat, het dus, uh, dat wij niet in het bestemmingsplan passen. Ben betrok anderhalf jaar geleden een nieuw pand en opende daarin een winkel. Wat dus volgens de gemeente niet mag. En daar snapt hij niets van. Hij veroorzaakt geen overlast en ook de voorgehuurder van het pand had volgens hem een winkel. Want ik zeg al, die vorige eigenaar heeft hier toch een winkel gehad. En het was dit hele gedeelte hier ook. Oh. Nou, dat is niet even een klein pandje natuurlijk. En uh, dit waren de poortjes tegen diefstal. Dus uh, ja, ik zeg al, uh, altijd detailhandel ingezeten en een winkel is er altijd ingevoerd geweest. Nou, dit, ik heb ze nog laten staan, dus uh, hier staan ze. Ben ja, je met zoiets bezig, zo is dit? En je bent net twee maanden open. Kom dan gelijk, weet je wel? En zeggen: nee hoor, hey stop ermee, maar dat kan niet. Dan, dan heb ik er nog wel begrip voor, maar, maar hier heb ik geen begrip voor je. En dat is al vijf jaar zo. En als je na vijf jaar hard werken je winkel dreigt te verliezen. dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Je ziet alles in elkaar zakken, natuurlijk. Je hele heb- en hou zit erin. Al je energie zit erin. En uh, ja. Ik zal niet weten hoe het verder zou moeten dan daarna. Eind deze maand is er een gesprek met de gemeente waarin het doek waarschijnlijk definitief valt. En voor alle tweedehands dan spullen uit Woerden, daar heeft Ben wel een plan voor. Dus ik zal het gewoon aan de gemeenschap gunnen in Woerden. Dus als de burgemeester mij niet gunt om hier in de gemeenschap zoiets moois neer te zetten, zal ik wel laten zien wat ik de gemeenschap wel gunt. Dit is woerden.tv. Kijk woorden.tv heb je altijd als eerste het nieuws uit Woerden. Mis niet! Kijk woorden.tv